Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland, SFOB, heeft 14 projecten ter goedkeuring ingediend bij de Alcoa Foundation. Het gaat om projecten in de gebieden Brokopondo, Para, Wanica, Marowijne en Komowijne. De Alcoa Foundation financiert namelijk slechts projecten in gebieden waar zij werkzaam is of is geweest. Een van de 14 projecten is getiteld Supporting Sustainable Forestry in Surinamese Tribal Community with the Purchase of a Mobile Sawmill. Binnen dit project is SFOB belast met het beheren van de financiële middelen. Het gaat om een contributie verkregen uit het Canada Fund for Local Initiatives. Het verwachte resultaat van dit project is dat de dorpen kunnen beschikken over voldoende houtproducten, zodat de bouw van de geprojecteerde technische instituten, evenals de reparatie van gemeenschappelijke voorzieningen, huizen en gebouwen, kan worden gerealiseerd.